dames en heren, dat was ontzettend moeilijk, moet ik zeggen, om hier te krijgen. Nou, ze is niet alleen gekomen, ze zijn met z'n drieën. Hier is Vanessa! Wauw! Tjoe! Ja. Nou, kijk, ik zit in... Ik zit een beetje... Ik dacht... Met mijn ogen dicht gaat het veel beter. Ik dacht vanmiddag, als ze nou komt, laat ik nou eens. Want iedereen doet dat, hè. Het komt altijd, altijd op hetzelfde neer, zal maar zeggen, hè. En het leek mij zo leuk om nou eens een diepte-interview te maken. Ik wil juist een interview hebben dat we het nou eens niet daarover hebben. Want dat weten we nou wel. Een hele andere vraag. Ik hoor, jij hebt pas een nieuwe auto. Wat is dat toch gewoon, dat kan je toch zeggen, toch? Daar is nou niks dubbelzinnigs aan. Je hebt pas een nieuwe auto. Klopt. Maar, nou hoor ik, je hebt er ook airbags in gekocht. Is dat niet een beetje... Zie je hoe gauw je op het verkeerde vlak... Zie je hoe moeilijk dat is? Zie je hoe... Nou, ga praten gewoon over een auto. Ja, niet over de auto, ik praat ook. Ja. Maar dat is zo makkelijk. Dat is zo makkelijk natuurlijk. Andere vraag. Die auto. Geen airbag, maar je hebt wel stevige bumpers gekocht. Dat het... het moet toch moeilijk, maar het moet toch mogelijk zijn om een vraag te stellen die nou daar niet over gaat. Heb je hallo geen koplampen? Echt waar? Geven ze licht? Van die makkelijke vragen. Nee, ik doe dat niet hoor. Maar ik hoorde wel dat ze willen bij Madame de Show willen ze een borstbeeld van je gemaakt. Zie je dat het moeilijk is? Zo moeilijk. Ik doe het nou niet meer. Ik heb een veel beter idee, dames en heren thuis. We hebben namelijk een telefoonnummer, hebben wij. Een telefoonnummer. En dan leek het mij leuk als u thuis, telefoonnummer komt nu in beeld. Als u thuis een vraag heeft aan Vanessa, maar die dan eens een keer niet... Over de voorkomen gaat. Zijn voorkomen, dus een mooie zin. Die niet over het voorkomen, maar gewoon een leuke vraag. Nou, dat vind ik nou eens leuk, omdat ook is van Vanessa. We weten ze weinig van je, hè? Dus belt u rustig dit nummer. We zitten hier bij de telefoon klaar. U belt op en wij nemen op en ik stel de vraag aan Vanessa. Maar dus niet over... Ik weet nou ook zo gauw niet iets. Ik zou niet weten wat je daar moet vragen, maar misschien dat er thuis toch mensen zijn die zeggen, oh, ik weet wel wat. Belt u. Rustig. Nou, jullie hoeven helemaal niet te vragen of je iets weet of... zonder dat het daarover gaat natuurlijk, hè. Er moet toch thuis iemand weten, iemand, een pater of weet ik veel, iemand... Er zal toch wel iemand een gewone vraag hebben aan Vanessa? Toch mogelijk, hè? Daar gaat hij, hè? Nou, die kon niet meer. Ja, hallo? U staat met een lekke band langs de A1. Ja, maar dit is de wegenwacht niet. Wij zitten op vragen voor Vanessa te wachten. Ja, ik kan die lekke band van u niet helpen. Nee, heb jij verstand van lekke banden? Nee, Vanessa ook niet. Nee, daar kunnen wij u echt niet voor helpen. Het gaat erom dat we willen mensen aan de telefoon hebben die vragen aan Vanessa stellen die niet meteen weer over... Juist, dat hij daar weer niet over gaat, begrijp je wel. Maar ik geef het door aan de AWB. Waar staat u precies? Die Tjerkstraat deel zijn ook altijd dezelfde. Zie je dat altijd dezelfde zijn? Het zijn altijd dezelfde vragen. Ik weet de vraag. Waar hebben we? Ik heb al één. Jij zei in 1968, zei jij over een jaar of 10. Dus dat is het nu zo'n beetje, volgend jaar. Toch? 68? Nee, 86 zei je net. Ja, 96. We gaan dit ondertitelen. Toen zei jij van over een jaar of 10 ben ik geen sekssymbool meer. Nee. En dan ga ik iets doen in de textiel. Ga je dat doen? Misschien. Huh? Misschien.
Misschien? Ja. Dan ga je iets in de kleding doen? Ja, in ja de... misschien. Ik weet het nog niet. Lingerie? Nee, niet in de lingerie. Nee, autohoezen? Ook niet. Ook niet. Avondkleding misschien. Avondkleding. Jij houdt wel van oude snoepers, want ik weet een leuk verhaal. Dat heb jij met een man die had snoep gepikt. Ja. En toen? En toen werd hij betrapt. Betrapt? Ja, hij werd buiten op de straat. Werd hij aangehouden door de politie, want de bedrijfsleider had dus opgebeld naar de politie om te zeggen dat hij een dief had. En de man was 98 jaar. 98 jaar? En die pikte snoep? Ja. En toen? Nou, het pikte niet echt. Hij had het meegenomen. Omdat hij zo goed werd verzorgd in het tehuis als een verpleegster. En die wilde die verwennen en had geen budget ervoor om die mensen te verwennen. Oh. En toen? En toen heb ik gebeld om te vragen of die man misschien zijn leven lang van ons mocht snoepen. Dus hij snoept zijn leven lang nou op jouw kosten? Ja. Maar ja, je nam geen risico, 96 jaar, dus... hè? Wat kan dat kosten, hè? Wat kan dat kosten?